Zoals jullie misschien wel weten heb ik een tweede account in Brawl Stars. Met gewoon 4700 trofeeën. Dus dat is best wel ziek. Maar ik wil proberen om op mijn tweede account alle knokkers vrij te spelen. Dat is best lastig, maar ik ben al best wel in de buurt. Want ik moet in het trofeeënpad nog twee knokkers vrij spelen. Namelijk 8-bit en Ems. Die moet ik krijgen. Dus ik moet 8000 trofeeën halen op mijn tweede account. Is niet echt een probleem. Kost alleen heel veel tijd. Maar dat kan op zich nog wel. Maar er zijn twee knokkers die wat moeilijker zijn om te krijgen. Namelijk Colette en Amber. Maar daar gaan we verandering in brengen. Want ik ga deze video 100 euro aan edelstenen kopen. En ik ga proberen Amber en Colette vrij te spelen. Colette is eigenlijk geen probleem. Amber eigenlijk ook niet. Maar ik mag Amber niet kopen in één keer met edelstenen. Ik moet Amber krijgen uit de doos. Dus dan wordt het net iets lastiger om Amber te krijgen. En Colette, die kan ik natuurlijk hier in de Brawl Pass vrij spelen. Dus dit wordt gewoon een lijpe doos opening. Gaat echt heel nice worden. En als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 5000 likes zou echt in zee zijn als dat gaat lukken. En abonneer natuurlijk. Blijf op de hoogte van al mijn Brawl Stars video's en andere game video's. En wat ook leuk is, is dat ik een giveaway doe. Want ik krijg altijd zoveel berichtjes van jullie. Van mensen die met mijn Brawl Stars willen spelen. En natuurlijk kan ik niet met iedereen Brawl Stars spelen. Dat is gewoon niet te doen. Dus ik heb besloten om een kleine giveaway te doen voor de mensen die de komende week Bowser kleding kopen. Dat kan natuurlijk op www.bowser.nl. Iedereen die van 1 tot 8 november, dus van zondag tot zondag, tussen die tijd Bowser kleding koopt, maakt kans dat ik samen met hem ga spelen. Ik denk dat ik dan met 9 mensen minigame ga doen. Dus heb ik 9 mensen hebben dan kans om met mij te spelen. Het wil natuurlijk niet zeggen dat je 100% kans hebt om te winnen. Maar de kans is best wel aanwezig. Want mijn kleding wordt ook niet honderden keren per week verkocht. Dus wil je kans maken? Ga naar www.bowser.nl. En als je dan een kledingstuk hebt gekocht, dan speel je automatisch mee. En maak je kans om met mij te spelen voor in de video. Dus dan kom je ook nog in de video van mij. Dat gezegd hebbende, gaan we nu gewoon lekker knallen. En ga ik gewoon even edelstenen kopen. Oh, dit is zoveel geld. 110 euro, bro. Dit is echt veel te veel. Niet nadoen. Ik zou, als ik jullie was, nooit 110 euro aan edelstenen kopen. Veel te veel geld voor zo'n spel. Het is ook dat ik het terugverdien met YouTube. En natuurlijk onder andere mijn kleding. Daardoor kan ik dit soort zieke video's maken. Maar het blijft natuurlijk heel veel geld. Maar laten we, nou, wat gaan we als eerst doen? Ik wil als eerst Colette vrijspelen. Dat gaan we als eerst doen. Dus ik ga eens hier even door helemaal naar 30. Dan ben ik nog niet zo extra. Oh, ik moet trouwens eerst deze nog activeren. Ik zal deze even kopen. Zijn we net wat goedkoper uit. En dan gaan we nu gewoon verder. Lol, want we moeten natuurlijk wel Colette vrijspelen. En daarvoor moet je de Brawl Pass activeren. En ik ga trouwens ook nog die aanbieding kopen met 3 megadozen in de store. Maar hoeveel edelstenen heb ik nu nog over? Ik heb er nu nog 1192. Dus dat is nog redelijk wat. Maar Colette kan ik vrijspelen. Dus dat is sowieso een feit. Boom! Dat is toch eventjes heel chill. En dan kan ik nu Colette ook meteen ook weer naar maximaal level. Wat ook heel nice is. Maar ja, nu moeten we Amber nog krijgen. Colette, die krijgen we dus. Voor de rest heb ik al mijn knokkers op maximaal level. Nou, ik heb nog niet van alle knokkers alle sterkkrachten en gadgets. Dus als er 2 staat, dan wil het niet zeggen dat het meteen de nieuwe knokker is. Dan kan het ook een sterkkracht of gadget zijn. Maar dit is wel echt leuk. Ik kan trouwens beter mijn punten inzetten op die Colette. Dat is veel beter. Ja, weet je wat? Ik ga gewoon eerst helemaal boosten. En dan ga ik gewoon allemaal punten inzetten op Colette. En daarmee kan ik Colette upgraden. En dan hoef ik ook niet al die dozen daaraan te verspillen. Dat is denk ik eigenlijk beter, technisch gezien. Ja, zetten we deze ook in op Colette. Volgens mij aan het eind krijg je ook nog gewoon 500 punten. Dat is helemaal ziek. Hier hebben we trouwens 75. Die zet ik ook in op Colette. Yo, dan gaan we Colette gewoon even boom in één keer naar maximaal level upgraden. Dat is echt heel ziek. Maar echt, ik ben zo benieuwd of ik Amber kan krijgen. Dat zou helemaal lijp zijn. Ik heb hier nog 100 punten. Heb ik hem dan nu al bij de maximale level? Ik ga eens kijken. Ga Colette even upgraden. Dan moeten we alleen nog Amber krijgen. En ik heb zoveel dozen. Dat is echt niet normaal. Oké, we hebben nu kracht level 7. Dus nog 2 levels. Dus dat moet haast wel te doen zijn, zou je denken. We gaan hier weer verder boosten. Dat is echt insane. Ik wil eigenlijk ook nog genoeg edelstenen vrijhouden voor die aanbieding in de store. Maar ik heb hier weer 200 punten. Of ik heb nu nog 300. Anders moet ik maar binnenkort een paar opdrachten voltooien. Dat kan natuurlijk ook. Hoeveel kost die aanbieding in de store? 119. Wat we ook kunnen doen, want ik heb zoveel opdrachten. Dat is echt niet normaal. Ik zal het zo even laten zien op dit account. Dat ik binnenkort gewoon hier op dit account alle opdrachten ga voltooien. Of in ieder geval heel veel opdrachten ga voltooien. Check dan hoeveel ik er heb. Ik speel niet zoveel op dit account, dus ik heb er bizar veel. Dus ga ik best wel opdrachten voltooien. En dan ga ik zeg maar de laatste paar rewards openen. Maar ik kan nog wel iets door. Ik moet zorgen dat ik 119 edelstenen overhoud. Dus ik kan er nog
Nu nog eentje, denk ik. Even wachten, ja, ik kan er nu nog eentje. Dan wordt dit de laatste en die kan ik nog inzetten op Colette. Dus voor de rest moet ik het vrij spelen. Oké, dan laat ik het eventjes zo. En heb ik nog meer punten? Misschien aan het begin dat ik daar overheen heb gekeken. Dat zou natuurlijk kunnen. Ik zie hier niet. Oh, hier heb ik nog 50. Dat is wel echt niet normaal veel. Wat, yo. Oké, nou, dan gaan we nu gewoon lekker dozen openen. Een megadoos. En dan hebben we nu bijna genoeg, denk ik. We kunnen trouwens een Paco Star nog geven. Dat is ook nice. Oh, yo, we gaan zoveel dozen openen. Ik ga eerst Colette naar maximum level upgraden. En dan ga ik die aanbieding kopen. Met 3 megadozen. Volgens mij heb ik nu genoeg. Eens kijken. Ik dacht het wel. Oeh, bijna. Nog 30. Dus dat is eigenlijk 1 doosje openen. Denk ik. Ja, we kunnen Colette naar maximum level. Oké, dan ga ik nu de aanbieding kopen in de store. Met 3 megadozen. En vanaf nu kunnen we dus echt ook de sterkkracht krijgen van Colette en de gadgets. Maar hier, jullie zien nog dat ik best wel wat sterkkracht moet krijgen van Knokkers. Maar ik kan natuurlijk ook nog Amber krijgen. En dat is mijn doel. Kijken of ik voor 100 euro Amber kan krijgen. Ik kon hem natuurlijk kopen voor 700 edelstenen. Maar dat is gewoon minder spannend. Dat is gewoon niet leuk. We gaan het gewoon proberen met megadozen. En de kans op een gadget in sterkkracht is dan natuurlijk ook groter. Maar we hebben 1 item. Zou dit een nieuwe Knokkers zijn? Nee, helaas. Maar we hebben wel de gadget van Colette. Dus dat is chill. Colette heb ik net nieuw. Dus die heb ik gewoon meteen maximaal level met gadget. Ik moet alleen nog een sterrenkracht krijgen. En deze gadget en sterrenkracht zou ik eventueel ook kunnen kopen met de coins die ik heb. Ik heb zoveel coins op dit account. Dat is echt heel bizar. Maar we gaan gewoon lekker de Brawl Pass openen. Let's go. Ik ben benieuwd wat we kunnen nog krijgen. Maar we hebben dus nu 1 gadget gekregen. Ik zal even bijhouden wat we allemaal gaan krijgen. Of wat we krijgen, zeg maar. Dat is wel leuk. Kunnen we aan het eind precies zien wat we hebben gekregen. Oké, ik heb het nu genoteerd. Dus dan kunnen we nu verder gaan. We hebben 1 gadget. We hebben een Paco skin. En we hebben Colette gekregen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook allemaal coins en extra dingen. En hier bijvoorbeeld emojis. Maar dat zijn de iets minder speciale dingen. En natuurlijk hebben we allemaal punten gekregen om Colette in één keer te kunnen upgraden naar maximum level. Maar dat tel ik allemaal eventjes niet mee. Dat zijn echt details. Maar we hebben nu weer iets. En is dit... het is weer een gadget. De gadget van Piper. Dit is wel echt een zieke gadget. Dit is de 2e gadget van deze video. We noteren het. 2 gadgets hebben we gekregen. Want deze gadget, het schot van Piper, gaat natuurlijk zo opzij. Kan alle kanten op. Dat is wel echt heel nice. Dat is toch wel ziek. Als ik gewoon een 2e account kan krijgen met alles maximaal level. Nog 10 edelstenen hier. En wie nog grote doos? Maar de grote vraag blijft en is, ga ik Amber krijgen? Ja, die kans is zo klein. Op mijn hoofdaccount had ik hem gekregen. En toen had ik volgens mij wel allemaal gratis dozen gespaard. Dus ik had gewoon heel veel gespeeld en had ik allemaal gratis dozen gespaard. Maar omgerekend kostte dat ongeveer 80 euro... wat ik aan dozen had staan voordat ik zeg maar de nieuwe knokken Amber kreeg. Dus ik heb nu voor 100 euro eigenlijk aan dozen. Dus eigenlijk zou het wel moeten dat ik hem ga krijgen. Maar we hebben nu weer een gadget van Barley. Dus dat is al de 3e gadget. Nice man, dat schiet best wel op. Dit is ook wel een chille gadget. Helemaal in de nieuwe game mode met gif. Elke keer als je zeg maar gooit krijgt de Barley 500 HP erbij. Dus dat is... Oh nee, trouwens niet. Nee. Het is heel wat anders. Met deze gadget dan ga je jezelf en teammates healen. Dan komt er een plas op de grond en daarmee krijg je HP erbij. Dus dat is wel nice. Maar volgende doos. En wat krijgen we? Oh nee. Ik hoop echt dat we allemaal krijgen. Maar we krijgen nu een sterrenkracht. Eerste sterrenkracht van deze video. Ik zal het ook even noteren. Yes, dat staat genoteerd. Boosvallen zorgen nu niet voor een terugslag, maar de vijand blijft voor 2 seconden lang staan. Dat is ook een hele chille sterrenkracht. Maar dat is niet waar ik naar op zoek ben. Het is chill. En natuurlijk wil ik gewoon een 2e account met maximaal level allemaal. Maar ik wil gewoon die Amber krijgen. Nope. Oh, ik had hier trouwens ook nog punten staan. Nou ja, dan krijgen we er nu een grote doos voor. Is niet anders. Ik kon ze misschien ook beter bewaren voor Amber. Maar ja, daar is het nu te laat voor. Stel, ik had Amber gekregen natuurlijk. Deze kunnen we nog claimen en dan zijn we nu voorbij de 30. Maar we hebben nog heel veel dozen te gaan. Die emojis zijn leuk, maar die doen er wat minder toe. Kom op. Uit de knokdoos misschien niet. Nee, die kans was ook wel heel klein. Uit de megadoos verwacht ik eigenlijk wel iets. Aangezien ik natuurlijk best wel wat gadgets moet krijgen en een sterkrachten. Is de kans dat je iets uit de megadoos krijgt wel redelijk aanwezig. En we krijgen ook iets. Maar wat is het? Het is weer een sterrenkracht. Brock die kan nu in plaats 3 keer herladen, 4 keer herladen. Dus hij kan 4 kogels achter elkaar schieten als hij wil. Vind ik niet de chille sterrenkracht voor Brock. Maar alsnog... chill meegenomen natuurlijk. Dit is de 2e sterrenkracht van deze video. Dan hebben we er momenteel 2 en we hebben al 3 gadgets gekregen. Dus dat is wel echt lijp. Al 5 speciale items. En natuurlijk alles wat we daaromheen hebben gekregen.
Nee, hier niks. En dan hebben we nog knokdozen. We komen weer in de buurt van de megadoos. Hoop ik dat we daar weer iets uit gaan krijgen. Ja, nee, helaas. Ik krijg wel zoveel coins. Dat is echt niet normaal. Knokdoos, nope. Hebben we hier nog een emoji en dan gaan we weer een grote doos openen. Het is echt bizar hoeveel dozen ik heb in deze video. Maar ik heb nog steeds geen amber. Ik heb nog steeds geen amber. Oh, dit is echt heel lijp. Oké, 10 coin. Oh nee, 10 edelstenen. En nu weer een megadoos en we hebben weer iets. Kom op, laat het amber zijn. Oh, nu weer niet. Het is weer een sterrenkracht. Derde sterrenkracht van deze video. 3 gadgets, 3 sterrenkrachten. Poco skin, Colette. Dus we hebben echt vet veel dingen. Als Bulls gezondheid onder de 40% zakt, dan heeft hij een schild waardoor hij 30% minder schade krijgt. Chille sterrenkracht. Maar ja, minder chill dan nee, niet Colette. Minder chill dan Amber, zo moet ik het zeggen. Natuurlijk, alles is minder chill dan Amber. Oh, yo man, hoeveel hebben we nog? Nou, we hebben nog wel even wat te gaan. Dus dat scheelt. Dus het kan nog steeds goed komen. Maar ondertussen begint het toch wel een beetje spannend te worden. Kom op, geef deze jongen gewoon even die nieuwe knokken. 100 euro aan dozen, dan moet het toch wel goed komen. Ja, oké, okay, we hebben weer iets. Laat het nu dan het geval zijn. Wel een ziek chille gadget, want deze met El Primo vind ik heel chill spelen. Vooral een knokbal, dan kan je gewoon al die muurtjes om een goal van de tegenstander kan je allemaal weghalen met je gadget. Want als ze daar lopen, zet je je gadget in en boom is alles weg. Dus wel een hele chille gadget. Vierde gadget al, want yo, oké, okay, we gaan door, we gaan door. Nee. En ik denk weer niet. Nee, weer niet. Oké, okay, maar we komen weer in de buurt van de megadoos. Maar ik ga wel alles op volgorde bij langs. Ik ga niet in één keer alle megadoos openen. Maar nu krijgen we helaas weer niks. En uit de grote doos kan je trouwens ook nog wel iets krijgen. Alleen die kans is 3 keer zo klein. Volgens mij, zeg maar, een knokdoos stelt voor 1. En een megadoos is 10 keer zo groot als een knokdoos, volgens mij. En een grote doos is 3 keer zo groot als een knokdoos. Volgens mij telt het op die manier. Maar hier, we openen eerst de grote doos. En dan nu de megadoos. Kom op. Kom op. Ah, nee. Hoeveel megadozen hebben we nog? Ik zie er hier een. Oh, we hebben er nog maar 2. We zijn er al bijna. Nee, joh. Ah, dit moet toch goed komen. Kom op. Geef deze jongen eventjes nog amber tot slot. Het zal wel geniaal zijn als we op het eind toch nog amber krijgen. Ik heb nu een resterende item. Laat het zo zijn. Ah, nee. Wel weer een sterrenkracht. We hebben gewoon 4 sterrenkrachten. 4 gadgets, 1 pokerskin en 1 Colette. Dus we hebben eigenlijk 10 zieke dingen gekregen. Maar ja, dat mag natuurlijk ook wel omgerekend hoeveel ik heb uitgegeven. We hebben nog grote doos en een megadoos. En dat wordt het dan. Dan ga ik denk ik binnenkort nog even de laatste rewards hier vrijclaimen. En dan kunnen we natuurlijk met opdrachten kunnen we dat dan gaan doen. Oh, maar het is echt heel bizar dat we nog steeds geen amber hebben gekregen. Dit slaat toch helemaal nergens op. Laatste kans. Op amber. En nee, wij krijgen alleen een token voor de blaar. Oh, yo. Dit is echt ernstig. Dit is echt heel ernstig. Wat we trouwens nog wel kunnen doen in de store. Oh, die gadget hebben we gekregen. Maar we kunnen deze sterrenkracht nog even kopen van Spike. Kost 2000 coins. Dus dan hebben we in totaal 5 sterrenkrachten gekregen. Nadat hij zijn super heeft gebruikt, herstelt Spike's gezondheid met 800 punten per seconde. Als hij zeg maar in zijn gebied blijft van zijn super. Dus op zich wel prima sterrenkracht. Maar dit is echt heel bizar. Ik had echt verwacht dat ik hem zou krijgen. Oh lol, ik heb nog 100 edelstenen trouwens. Wat zullen we daarmee doen? Of zal ik dat dan bewaren voor de volgende video? Want wat kan ik... Ja, dan kan ik eventueel 3 paardjes claimen. Nou, ik vind het leuker om de laatste paard te gaan voltooien met opdrachten. En die 100 edelstenen die geef ik dan uit in de store. En dan hoop ik dat er dan weer een aanbieding is of zo te koop. En ik kan natuurlijk hier bij de 5000 trofee ook nog even een megadoos vrijspelen. In ieder geval, ik ga even ervoor zorgen dat ik opdrachten ga voltooien. En dat we dan binnenkort nog even wat dozen kunnen openen. En dan hopelijk alsnog amber kunnen krijgen. Maar ik heb dus nu voor 100 euro aan edelstenen geopend en geen amber gekregen. Echt heel bizar. Dit is echt heel bizar. Maar dat was dit voor deze video. Jullie zien het hier trouwens ook. Ik heb 9 nieuwe dingen daar staan. Dus dan is het ook zeker 5 sterrenkrachten en 4 gadgets hebben gekregen. Ja, nou ja, jullie hebben het natuurlijk ook gezien. Echt insane. Trouwens, ik ga even snel uitrekenen hoeveel coins je daarvoor normaal moet betalen. Als ik mijn sterrenkrachten en gadgets bij elkaar optel qua coins, kost dat ongeveer 14.000 coins. En dan ben je ongeveer 70 à 80 euro voor kwijt. Als je dat wil puur kopen met coins, als ze dan in de store te koop zijn, zeg maar. En nou, ik heb ook Colette gekregen en Poco, dus uiteindelijk... Is het ongeveer eerlijk wat ik heb gekregen. Ik denk dat het ook allemaal een beetje buiten elkaar in verhouding staat. Zeg maar hoeveel geld je uitgeeft en wat je dan vervolgens krijgt. Maar ik heb geen amber gekregen. En daar ging het eigenlijk om. En dat is helaas niet gelukt.
Huilen. We vroegen om later ga ik aan krijgen op een tweede account. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Check natuurlijk www.bouws.nl en doe mee met de giveaway. En misschien dat ik dan voor eind volgende week met jou naar een Brawl Stars ga spelen. Zou leuk zijn. Maar dat was dit echt. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!